Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Raïssa van Varsseveld. Zij is bellydancer, maar ze heeft ook een andere onderneming, namelijk Helena's Journals and Crafts. En dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Het is altijd mooi om te zien dat jonge mensen de moed hebben om op zichzelf te gaan en ondernemer te worden. Want dat is al een heel avontuur op zich. En wat Raïssa haar avontuur is, dat gaat zij vandaag met ons delen. What we need is a little Q-time. Hi Raïssa, welkom in Q-time. Vrienden, dank u wel. Ja, we gaan vandaag een beetje kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf voordat we van start gaan. Mijn naam is Raïssa van Varsseveld. Ik ben 37 jaar jong. Ik heb in eerste instantie, voor ik begon met mijn onderneming, heb ik dus een aantal jaar gezeten in het onderwijs. Ik was bezig met afstudeerstudenten bij zowel FAR als UNASAT in de hoedanigheid als afstudeercoördinator. Maar na een aantal jaren dacht ik dat het misschien een goede stap zou zijn, ook vanwege andere persoonlijke redenen, om eigenlijk voor mezelf wat te gaan beginnen en gewoon een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zoals u daarnet ook in de introductie had aangegeven, ik ben ook al een aantal jaartjes bezig met burkdansen. Ik ben om precies te zijn in 2007 daarmee begonnen. En nadat ik een paar jaartjes de dansstijl heb gehad, bestudeerd, heb ik op een bepaald moment ook besloten om daar in principe professioneel bezig te zijn en ook optredens te verzorgen. Daarvoor was ik ook met ballet bezig. Eigenlijk is het daarmee begonnen, vanaf mijn 6e jaar tot met mijn 18e jaar. Maar die interesse was er altijd al voor burkdansen. Alleen werden er geen lessen in verzorgd destijds. Dus toen die gelegenheid er was, heb ik het met beide handen aangegrepen. En zei van nee, ik ga me nu daarin verdiepen. En het is nu een belangrijk deel van mijn leven geworden. En sinds 2007 naar 2008 ben ik ook professioneel ermee bezig. Oké, dus het is ook echt een verdienste, zeg maar. Ja, zeker. En het is ook altijd leuk om op die manier meer mensen te leren kennen. Ik moet ook zeggen dat wat ik heb gemerkt is dat er ook veel mond-op-mond reclame is. Je bent misschien op één event aan het optreden en andere mensen praten erover. Of andere mensen zie je daar en plotseling word je ook door hun benaderd. Dus wat dat betreft heb ik niks te klagen. Oké, gelukkig. En train je alleen op of heb je een groepje waarmee je dat doet? Ik train alleen op. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het zou lukken om in groepsverband te trainen, want to be honest, ik heb echt rare tijden waarop ik soms oefen. Ik heb soms momenten dat ik echt gewoon tot 1 uur in de ochtend, 2 uur in de ochtend bezig ben om een choreografie in elkaar te zetten. Ik ben wat dat betreft ook heel erg kieskeurig, want als ik bijvoorbeeld benaderd word voor een optreden, sowieso geef de klant aan van dit is wat ik graag zou willen hebben. Ik train met attributen op, bijvoorbeeld met vleugels, met led lights eraan. Ja. Met mensen onder andere. En ook wel met vuur occasionally. Ja. En als ik bijvoorbeeld, meestal laat de klant het zelf aan me over. Soms zeggen ze wel wat ze willen. Maar in sommige gevallen laten ze het gewoon zelf aan mij over. En natuurlijk afhankelijk van wat voor soort gelegenheid het is. Of het nou gaat om een huwelijk of een verjaardagsfeest of een ander soortig evenement. Ga ik dus na van wat voor stijl wil ik hanteren. En dan ga ik dus eerst goed zitten selecteren welke muziek ik daarvoor wil gebruiken. Daar alleen kan er soms al, daar kunnen er soms dagen in gaan zitten. Want ik ben natuurlijk niet tevreden met het eerst het beste nummer dat ik vind. Het moet me echt aanspreken. Er moet genoeg variatie erin zijn. En als het me eenmaal heeft gepakt en het spreekt me echt aan, dan gaat het ook heel makkelijk om de choreografie in elkaar te zetten. Oké. Maak je voor elk optreden een nieuwe choreografie? Soms wel. Dus dat, zoals ik al zei, het hangt er vanaf. Maar bij sommige, er gaat best wel veel tijd in zitten. Dus ik zorg er wel voor dat ik een choreografie niet te vaak herhaal. Misschien na 3-4 keer, dan zeg ik van oké, nu zit een beetje oud, laten we iets anders gaan doen. Maar het is gewoon een kwestie van kijken van wat voor evenement is het, wat voor publiek wat is het. Vooral als het een heel ander publiek is, dan kan je dezelfde choreografie gewoon weer doen. Ja. En als men soms ook gewoon vraagt naar een specifieke choreografie, want dat heb ik ook wel gehad, dat men je ziet dansen en men zegt van gewoon diezelfde dans wil ik weer hebben. Dan doe je dat gewoon weer, ja. Goed, en dan komen we bij een andere passie. En dat is Helena's Journals and Crafts. Want daar zit ook een bijzonder verhaal aan. Hè? Hoe lang ben je al daarmee bezig?
Ik ben daarmee begonnen in december, dus iets langer dan een jaar ben ik daarmee bezig. Het verhaal daarachter, ja, het is eigenlijk, hoe ben ik gekomen op journals? Ik was eigenlijk zelf al met journals bezig, dus schrijven in journals. Ergens in 2000, was mee, 2016 ben ik daarmee begonnen. En ik hield mijn eerste journal nadat ik dus een paar filmpjes aan het bekijken was op tv van Oprah Winfrey. En zij sprak onder andere over het hebben van een gratitude journal, het tonen van je dankbaarheid. En ik ving toen op van het schrijven van 5 dingen waarvoor je dankbaar bent, dat je dat gewoon elke dag moet doen. En op een bepaald moment dacht ik van hé, dat lijkt wel interessant. Dus ik kocht gewoon een schrift in eerste instantie. En ik begon toen inderdaad elke dag 5 dingetjes te schrijven. Maar eerlijkheidshalve, al gauw begon het toe te nemen. Het begon meer dan 5 dingen te worden. Maar dan begin je op den duur voor jezelf te realiseren van hé, er zijn toch wel meer dingetjes, meer goede dingen die op een dag gebeuren. Dus binnen de kortste keren was het volgens mij, moest ik een tweede halen. Toen dacht ik, nee, dit wordt niks. Ik moet gewoon iets hebben dat ik ja, langere tijd kan gebruiken. Dus ik ben toen gaan googlen en ik vond toen een journal. En ik wilde per se een klassieke journal hebben, echt een vintage model. En ik wilde eentje hebben, een journal die herfilmbaar is. Want ik dacht van, vooral als ik veel schrijf, moet ik die pages dan makkelijk kunnen vervangen als dat nodig is. En ik ben dus bevriend met 2 dames die zelf ook ondernemers zijn. Chloe Wittenberg, zij is bezig met de Vine Existence. En op een bepaald moment spraken we erover. En ik zei toen tegen haar van, dit is wat ik al de hele tijd doe. En toen zei ze, maar waarom doe je niks met journals? Waarom maak je er niet wat van? Je kan toch, je hebt zoveel talent. En je weet ook te schilderen. Kan je toch gewoon dingen creëren, customizen en zo. Ja, als Toen jij dacht de ik van, daar behoefte zit hebt, wel dan wat zal in. jij niet de enige zijn die de behoefte heeft. Ja, precies. Dus toen zei ze, ga er wat mee doen. Ze bleef maar pushen en toen vroeg ze na een paar maanden, ben je al begonnen? Ik zeg, nee. Wanneer ga je beginnen? Ik zeg, oké, ik ga er nu echt werk van maken. En zo begon het dus. En uiteindelijk besloot ik dus om december 2020 officieel een bedrijf te launchen. Oké. Ik heb gekozen voor de naam Helena. Dat is dus eigenlijk, het is vernoemd naar mijn moeder. Zij heette Helen. En mijn moeder was altijd, zoals altijd mijn beste vriendin. Ze heeft me ook altijd met alles ondersteund. U moet je voorstellen, ook als ik optredens had, ging ze ook altijd persoonlijk mee. Ze maakte mijn pakjes. Dus ze was totally involved met alles. We gingen samen stofjes kopen en het materiaal checken en zo. En ze heeft me echt met alle andere dingen ondersteund, ook tijdens mijn studies en zo. Dus op een bepaald moment had ik zoiets van, natuurlijk, het heeft me heel veel pijn gedaan toen ze overleed, maar ik wilde op de een of andere manier toch een tribute doen om er te blijven gedenken. Dus toen dacht ik van, ik vernoem mijn bedrijf naar haar. En ze werd altijd liefkozend Helena genoemd door een neef van haar. Toen dacht ik van, dat moet gewoon de naam worden van mijn company. Ja, maar dan ben je toch elke dag nog steeds met haar bezig? Precies, Ja. in alles. En het is heel raar, want eigenlijk ben ik ook gewoon weer bezig met haar vakgebied. Want ik creëer zelf journals en ik bekleed ze dan ook met stof. En dat betekent dus dat ik in principe dezelfde dingen moet doen die ze voorheen zelf ook al deed. Stofjes kopen, letten op de kwaliteit. En dan krijg je heel vaak van die déjà vu momenten. Ook als ik bijvoorbeeld bepaalde tools nodig heb, er dingen, de box met naaispullen is er nog. Heel vaak ga ik erin snuffelen en ik vind ook nog dingetjes erin die ik nog kan gebruiken. Dus dat maakt het extra speciaal. Heel erg bijzonder. En je hebt een markt gevonden voor je journals, neem ik aan. Ja, ik heb een markt gevonden voor mijn journals. Ik ben in eerste instantie, dat is ook heel grappig, gewoon begonnen met het laten halen van journals, liefdere journals als wat ik zelf gebruikte. Maar op een bepaald moment had ik zoiets van, eigenlijk wil ik gewoon ieder tegemoetkomen. Er zijn natuurlijk nog mensen die niet precies weten wat journals zijn, maar ik merk wel dat die awareness begint toe te nemen. En ik dacht van, ik wil meer dingen gaan doen. En ik begon mezelf steeds meer uit te dagen. Ik deed al een customization. Als iemand bijvoorbeeld een journal voor me, bij me kocht, kon de persoon dan een thema opgeven. Bijvoorbeeld iets met zonnebloemen. Dan creëerde ik de artwork met ja, schilderdingen, schilderwerkjes in de journal verwerkt. Probeerde ik het dan, of werd het dan gecustomized. En wat ik dan meestal ook deed, is dat ik dan los van de artworks altijd een paar motivational quotes erbij plaatste. En vooral als ik het verhaal achter de persoon ook kende, dan had ik een idee van oké, dit zijn motivational quotes die ik kan gebruiken. En het leuke ervan is, ook al gaven de mensen me soms niet veel informatie, het sloot gewoon altijd aan op hun persoonlijk leven. Soms creëerde ik gewoon wat voor ze en dan zeiden ze van hé, hey,
Wie nu je dit wist, ik had bijvoorbeeld een keer een artwork voor iemand gemaakt. Het was een silhouette image van een vrouw die zichzelf aan het omarmen was. En ik had niet echt veel met die klant gesproken. We hadden afgesproken wat ze wilden hebben. En de deadline was bepaald dat ik die journal moest afgeven. En achteraf, wanneer ik die journal van je breng, zegt ze me van, ik omarm mezelf heel vaak zo. Ik weet niet hoe je het wist, maar... Ongelooflijk. Dus dat zijn echt van die toevalligheden. Ja. Dus, nee, ze zijn geen toevalligheden. Ja, dus tenminste, ja, het is inderdaad ook wel eens tegen mezelf. Sommige mensen zeggen van, het is een gave. Ja. Dat ik bepaalde dingen... Ik werk wel heel veel op mijn gevoel. Als ik bezig ben artwork te creëren voor mensen. En het begon dus daarmee. Maar op een bepaald moment wilde ik verder gaan dan dat. Dus langzaamaan begon ik aan andere ideeën te denken. En toen op een gegeven moment dacht ik van... Maar wat als ik niet gewoon zelf begin met het creëren van journals? En toen op den duur kwam ik op het idee voor het creëren van een mama sranangleen. Want ik dacht van journals bekleed met onze prins. We hebben zo'n veelzijdige cultuur in Suriname. We hebben zo'n mooie domtjidjani, om het zo te zeggen. Het zou toch wel mooi zijn als ik wat met die prins zou gaan doen. Dus op den duur toen begon ik dus ook daarmee. Vorig jaar juli heb ik dus die link gelanceerd. En het is weer verder gaan uitbreiden. En dan heb ik ook gewoon andere soortige journals die ik creëer. Ik heb bijvoorbeeld een lijn, de celestial journals met de zon en de maan. Daar schuilt ook weer een verhaal achter. Maar ik wilde een dusdanige diversiteit in journals hebben, dat iedereen aan zijn trekken kan komen. Dat ik gewoon randomly een ruimte moet kunnen binnenlopen en dat ik mijn journal daar ergens op een tafel zie liggen. Weet maar dat niet. Is toch het mooiste wat je kan, ja, dat is het mooiste wat je kan bereiken volgens mij. Ja. Okay. Dus dat is ook echt mijn streven. En ik wil ook rekening houden met natuurlijk mensen hun budget, want niet, ja, sommige journals die zijn een beetje prins. Bijvoorbeeld de echte leren journals, die zijn iets prins, vooral ook omdat ze op de hand zijn gemaakt. Maar ook de mensen die misschien niet het geld hebben voor die journals, wil ik tegemoet komen. Dus ik heb dus daarom ook journals in allerlei prijsklassen, zodat echt ieder aan zijn krekken kan komen. Oké, heel mooi. Waar kunnen we de journals zien? Ik neem aan dat je social media pagina's hebt waar we naar journals kunnen kijken. Ja, dat klopt. Ik heb dus voor Helena's Journals en Crafts is er dus een page onder diezelfde naam, zowel op Instagram als ook op Facebook. Tegenwoordig zit ik ook op TikTok. En voor het bezichtigen van de journals kan men gaan naar de studio van Divine Existence. Dat is aan de Kievietstraat. Oké, daar kan je ze dus fysiek zien. Zeg maar. Daar kan je ze dus fysiek zien. Ja. Maar natuurlijk op de page, ja, daar kan men dus al een idee krijgen van welke journals er allemaal zijn. Oké, heel erg mooi. En het is echt een business, het is echt een living, je leeft ervan? Nog niet helemaal. Ik heb daarnaast ook andere jobjes waarmee ik bezig ben. Maar ik mag niet klagen over de verkoop, want ik merk toch wel dat een... Zoals ik al zei, de belangstelling neemt steeds toe. En het gaat steeds beter. Ik merk wel een groei. Dus ik denk dat het op een gegeven moment wel zo ver zou kunnen zijn dat ik volledig kan zeggen van dit is gewoon mijn living. Daar streef ik eigenlijk ook naar uiteindelijk. Maar ja, baby steps. Ik zeg altijd gewoon step by step groeien en dan eigenlijk op je doel afgaan. Ik ben pas 1,5 jaar bezig, dus het kan nog overal naartoe. En je hebt de geestelijke en spirituele leiding van je mama. Dus dat moet goed komen. Want dat was toen ze er was het er. En nu is het er nog steeds. En het verhaal dat je vertelt is ze bij je. En zal zij je ook wel blijven leiden. Dus dat komt gewoon altijd goed. Ja, dat geloof ik helemaal, ja. Ik zou zeggen, Raisa, zet gewoon door, want je bent op de goede weg. En inderdaad, als je met je gevoel werkt, kan het nooit fout zijn. We gaan er naar kijken, Helena's Journals and Crafts, om te kijken wat voor mooie dingen je allemaal maakt. En heel erg veel succes verder toegewenst. Ja, ook heel hartelijk bedankt. Ja hoor, dankjewel. Ja, is goed. Oké, is goed. Bye. Ja, fijne dag. Ja, doei. Dat was een heel erg leuk gesprek met Raisa van Varsseveld. Zij is van Helena's Journals and Crafts. En ze heeft het zelf al verteld. Het komt erop neer dat als je een journal wil customizen, dat wil zeggen dat je het wil laten maken helemaal volgens je eigen wensen, dan kan zij dat voor je doen. Er is ook een bepaalde lijn van journals die ze al kant en klaar heeft. En als u die wil bezichtigen, dan kunt u de social media kanalen erop naslaan. En natuurlijk in contact zijn met Raisa om meer informatie te verkrijgen of informatie te vragen over wat ze voor u zou kunnen betekenen.
Dank u wel voor het hebben willen kijken naar Q-Time. Tot de volgende aflevering. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.